En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? De Rotterdamse beeldend kunstenaar Marjan Laper is een van de drie finalisten van het Ramse Shaffy Art Project. De winnaar mag uiteindelijk zijn of haar ontwerp uitvoeren in het station Vijzelgracht in Amsterdam. Tot 16 februari mag iedereen stemmen welk kunstwerk definitief uitgevoerd mag worden. Stemmen door Rotterdammers is dus van groot belang voor Marjan Laper. Ik heb haar nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Een Rotterdamse beeldend kunstenaar die mogelijk een metrostation gaat opsieren in 020. Hoe is het zo gekomen? Nou, ik doe mee met een kunstwedstrijd, het Ramse Shaffy Art Project. En dan mocht heel creatief Nederland een ontwerp indienen voor een kunstwerk ter ere van Ramse Shaffy. En dat heb ik ook aan meegedaan. En ik ben uiteindelijk een van de drie finalisten geworden in dat kunstproject. En nu mag heel Nederland, inclusief Rotterdam, kiezen welk kunstwerk uitgevoerd gaat worden in dat metrostation in Amsterdam. Nou, hoe dat gaat, dat vertellen we straks wel, hè? Aan het eind van dit gesprek. En wat voor een ontwerp heb jij ingeleverd? Na het lezen van de biografie van Ramse Shaffy heb ik besloten om alle belangrijke mensen in zijn leven in kaart te brengen door middel van een levenslijn van ledlicht. En die levenslijnen die lijken op metrolijnen. Maar in plaats van alle haltes heb ik die haltes vervangen door belangrijke momenten uit de levens van die mensen. En als al die levenslijnen tegelijk aangelicht worden, zie je een portret verschijnen van Ramse Shaffy. En er zijn verschillende portretten van Ramse Shaffy in diverse levensfases te zien. Dus zowel Ramse Shaffy als kind, Ramse Shaffy als oudere man of in de middelbare leeftijd. Die zijn dus verwerkt in die levenslijnen. Er zijn heel wat mensen die een rol hebben gespeeld in het leven van Ramse Shaffy. Welke mensen heb je gebruikt voor de levenslijnen? Nou, ik heb bijvoorbeeld zijn biologische moeder, maar ook zijn pleegmoeder heb ik in het ontwerp verwerkt. Maar ook heel veel artiesten waarmee hij heeft samengewerkt, zoals Lisbeth List. En dat vind ik ook het interessante aan het ontwerp, dat het niet alleen een ode is aan Ramse Shaffy, maar aan al die creatieve mensen die hij op zijn levenspad is tegengekomen. En daar wil ik iets mee doen. Ja, en hoe gaat het er dan uitzien? Hoe groot wordt het? Het wordt ongeveer 30 meter hoog en 23 meter breed. Dus het wordt echt een gigantisch oppervlak. Dus op alle roltrappen, of je naar boven of beneden gaat, kan je het kunstwerk aanschouwen. Zelfs als je in de glazen lift staat, word je geleid langs het kunstwerk. Is het iedere dag anders, dat kunstwerk? Ja, er zijn momenten dat je abstracte lijnen ziet. Dus dat je misschien wel denkt dat het de route is waar je naar op weg bent. Maar als je langer op de roltrap staat, zie je dat er meerdere levenslijnen op kunnen lichten. En als alle levenslijnen oplichten, dan ontstaat er een portret van Ramse Shaffy. En dat kan dus soms zijn een kinderportret, maar dat kan ook een portret van hem zijn op middelbare leeftijd. Of een portret van hem aan het eind van zijn leven. Maar dat kunnen dus soms ook hele abstracte lijnen zijn. Nu is het een elektronisch kunstwerk. Gaat dat lang mee? Het is de bedoeling dat het de komende 30 jaar boven de roltrappen siert. Dus dat is een hele lange tijd. Dus dat lijkt me ook heel bijzonder dat ik een kunstwerk zou kunnen realiseren voor zo'n lange periode. Want meestal, als je een tentoonstelling ergens hebt, dan is het voor een maand. En dan mag je het na een maand weer komen afbreken. En als je geluk hebt, wordt het ergens gekocht en wordt het bij iemand thuis nog getoond. Maar dit is echt een werk wat voor een heel groot publiek en voor een hele lange periode gerealiseerd zou kunnen worden. Dus dat lijkt me echt heel bijzonder. Past het ook binnen je eigen werk eigenlijk? Want je maakt natuurlijk niet alleen dit kunstwerk als het even mee zit, maar ook andere. Ja, meestal maak ik video-installaties. Maar dit werk werkt als een soort animatie. Dus het is eigenlijk een groot opgeblazen video. Het zijn zeg maar de pixels van een video. Dat zou je nu door middel van lichtlijnen wordt dat gecreëerd. Dus het heeft wel een link met elkaar. En ook het thema sluit erg aan bij mijn eigen werk. Vooral de fascinatie voor de menselijke levensloop is ook in mijn andere videowerk
terug te vinden. Dat is in dit kunstwerk ook heel belangrijk. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over je kunstwerk? En waar kunnen ze vooral ook op je werk stemmen? Ze kunnen stemmen op het www.RamseShaffyArtproject.nl. Dat is heel belangrijk, dat ze naar die website gaan. Daar kunnen ze alle drie de ontwerpen zien. En kiezen voor het beste ontwerp. Nou, we zullen ook dit adres op onze website zetten bij RTV Rijnmond. En ook een linkje naar een filmpje die je over jezelf hebt gemaakt, hè, over dit project. Ja, hartstikke fijn. Goed, ik wens je veel succes. En je hebt zelf een muzikale suggestie gedaan. Naar aanleiding van wat we net besproken hebben. Welk nummer wil je graag horen van Ramses Shaffy? Ja, ik vind Het is zo stil in Amsterdam, vind ik echt een prachtig lied. Het is heel melancholisch. Het zegt heel veel over Amsterdam, maar ook over Ramses Shaffy en over zijn levensloop. Het heeft altijd iets hoopvols, maar ook iets melancholisch. Past het ook bij het kunstwerk? Ja, dat is ook heel erg waar het werk eigenlijk over gaat. Over zijn leven en over de dramatiek, maar ook de vreugdevolle momenten. Maar ook de minder vreugdevolle momenten. En daarom vind ik het lied mooi aansluiten bij het kunstwerk. En daarom draaien we het. Dankjewel. Fantastisch, dank u wel. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad wordt nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik. Die houden van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en God zij dank, niemand die ik tegenkwam. Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven, ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven, dat ik altijd zo zal lopen. Op onmogelijke uren, dat ik eraan zal wennen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Je hebt luxe paarden. Je hebt ook werkpaarden. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen.